Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een keer een shoplog voor jullie. Het is best al wel weer een tijdje geleden. Als je mijn kanaal al langer volgt, weet je dat ik regelmatig shoplogs uploaden. Als je mijn vlogs volgt, dan heb je misschien kunnen zien dat ik inmiddels ben verhuisd. En waar ik nu woon, daar zit gewoon een wat minder groot winkelcentrum. Er zitten wel gewoon winkels die je nodig hebt, maar de winkels waar ik graag kom, die zitten er dus niet. Dus ik moet nu eigenlijk wat verder. Ik moet nu echt naar de stad om echt naar de winkels te gaan waar ik graag kom. En bij mijn vorige woning zat gewoon alles, zeg maar, in één. Daar had ik gewoon echt alles waar ik graag kom. Maar eindelijk had ik weer eventjes tijd om naar de stad te gaan. En heb ik weer wat dingen kunnen kopen. Ik ben bij de Action geweest. Ik ben bij de Pearl geweest. Ik ben bij de Vibra geweest. En even bij de Ethos geweest. Dus ja, het zijn best wel een aantal dingen. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik zowel heb gekocht. Kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen van de producten eventjes in beeld neerzetten. Dan hoef ik nu niet te zoeken op met bonnetjes en zo. Ik ga even beginnen misschien wel met het saaiste product of een van de saaiste producten. En dat is deze lenzenvloeistof. Die kocht ik even bij de Pearl. De laatste tijd zie je eigenlijk alleen maar video's waarin ik de bril draag. Dit komt, ik heb last van chronisch droge ogen. Dus ik kan niet heel lang en elke dag de lenzen in doen. Ik gebruik de lenzen nu voornamelijk als ik buiten de deur ga. Want als ik thuis ben zit ik gewoon heel vaak ook achter de computer en ben ik dingen aan het doen. En is het wel fijn om de bril op te hebben. En omdat ik chronisch droge ogen heb, maken mijn ogen dus uit zichzelf onvoldoende traanvocht aan. Waardoor ik ja, gewoon heel snel last heb dat mijn ogen te droog worden en zeer gaan doen en gaan irriteren met lenzen. Dus vandaar dat je meestal video's ziet waarin ik de bril draag. Maar goed, ik heb dus ook speciale lenzen en daarbij horen ook speciale vloeistof. Nou ja, ik heb dus deze vloeistof altijd van de Pearl. En ja, dit is een speciale vloeistof die bij die lenzen hoort. En die kun je onder andere ook wel op internet kopen. Maar ik koop hem liever in de winkel. En ik heb nu dus eventjes een grote verpakking gekocht van deze lenzenvloeistof. Want die van mij die was echt al een hele tijd op. En ik had gelukkig nog wel wat van die reisflesjes gevuld met het lenzenvloeistof. Maar het was nu echt weer tijd om even lenzenvloeistof te halen. En aangezien ik nu een Pearl zag, dacht ik hou gelijk eventjes een grote. Ze hebben deze in het groot en in het klein. En kleintjes meer echt om te reizen. En dit is gewoon echt een volledige grote verpakking. En dan kan ik er eventjes een tijdje voor uit. Dus lenzenvloeistof. Dan ging ik naar de Vibra voor Dusty. Dit is een ontvetter. Misschien als je op jezelf woont, dat je dit ook wel gebruikt of dat je dit kent. Ik vind dit altijd echt heel erg fijn spul. Ik kocht gelijk 2 flessen, want dan heb ik weer eventjes een voorraadje. Ik gebruik dit echt voor alles. Ja, ook wel om schoon te maken, maar ook voor mijn gasfornuis. Ja, eigenlijk voor alles. Dus dit is gewoon altijd heel fijn spul om in huis te hebben. Dus eventjes de Dusty weer bij de Vibra. Dan ging ik even naar de Ethos, want bij de Ethos kreeg je namelijk een hele leuke beauty travel bag van Vera Camilla bij aankoop van 2 producten. Ik ging voor 2 producten van Garnier. Tweede voor de halve prijs. En ik kocht daarbij 2 van deze micellair reinigingswater in kleine verpakking, in een mini formaat. Deze wilde ik eigenlijk al wel een tijdje hebben. Ik vind het gewoon handig. Deze staat ook wat iets makkelijker zeg maar, op mijn kaptafel, maar ook gewoon mocht je een keer weggaan, is dit gewoon heel erg handig om mee te nemen. De tweede was voor de halve prijs. Ik was nu heel erg goedkoop uit en daarbij kreeg ik dus die beauty bag. Ik was gelukkig nog op tijd. Ik ben voor de roze gegaan. Ik vind hem echt super leuk met het logo van Vera Camilla erop. Deze wilde ik heel graag hebben en deze vind ik heel erg tof en hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus ja, heel erg blij dat ik deze nog heb kunnen scoren. En ook gewoon super handig om deze micellair reinigingswaters weer te hebben in mini-formaat. Dan ga ik nu door met de spullen van de Action. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben naar 2 Actions geweest en ik ben een klein beetje teleurgesteld. Ik ging namelijk voor een lamp naar de Action. Ik had een leuk tafeltje gezien en ik wilde gordijnen hebben. En met dat alles kwam ik niet terug. Ik kwam wel met andere spulletjes terug die ik ook... Sommige had ik nodig, sommige die vond ik gewoon heel erg leuk. Maar de missie was een beetje mislukt, zeg maar. Omdat ik de spullen waar ik echt daadwerkelijk voor ging, dat ze die niet hadden. Ik begin dan ook eventjes met
een zaagsel. Mijn konijnenhok moest weer verschoond worden. En ik haal dit zaagsel eigenlijk altijd bij de Action. En ik ging ook gelijk voor twee pakken. Want dan heb ik er vaak eentje op voorraad. Omdat ik er nu dus eventjes niet zo vaak heen kan als voorheen. Kocht ik dus twee pakken zaagsel. En dan kan ik gewoon lekker mijn konijnenhok weer verschonen. En dat is ook leuk voor dat beestje. Of leuk, nou ja, prettig. Want hey, die moet ook gewoon een schone kooi. Dan haalde ik ook eventjes twee pakjes met haarverf. Ook onder het mom van één voor de voorraad. Mijn haar moet echt weer nodig geverfd worden. Ik ben weer voor de 10 Pearl gegaan. Helaas hebben ze die andere gewoon niet. Maar deze had ik de laatste keer ook. En het ging eigenlijk dikke prima. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon weer voor deze. Heel veel kleurverschil zag ik niet. En heb ik gewoon weer eventjes ook eentje op voorraad staan. Dan moest ik eventjes een toiletborstel hebben. Dit is gewoon een hele basic toiletborstel. Die van mij, die was al zo oud. Die moest echt nodig weg. Die moest was echt naar vervanging toe. En ik zag deze staan. Die zag er prima uit. Dus ik dacht, nou weet je, ga ik gewoon voor deze. Want dat is wel prettig om in je wc te hebben. Dan haalde ik ook eventjes zo'n conditioner. Ik wilde hier eigenlijk ook een voorraadje van halen. Maar dat was ook niet gelukt. Want ze hadden alleen maar conditioner en geen shampoo. Dus nu heb ik wel weer een conditioner. Maar ja, helaas niet helemaal wat ik wilde hebben aan aantal. Maar goed, dan heb ik in ieder geval eentje. En dan wacht ik wel even weer de acties af bij de andere winkels. Dan haalde ik twee bakken. Ik heb tegenwoordig een balkon en ik vond het leuk om hier planten in te gaan doen. Nu is het op dit moment niet echt weer daarvoor. Maar ik zag deze leuke bakjes en ik heb er dus eentje met ananasjes. Deze is roze en dit vond ik gewoon heel erg leuk om op mijn balkon neer te zetten. En ik kocht er eentje met, ja, ik weet niet eens hoe je dit, is dit grapefruit? Watermeloen? Ik weet het niet eens, jongens. Maar deze vond ik ook wel heel erg tof. En ik dacht, ja, weet je, gewoon leuk met plantjes om mijn balkon een beetje op te leuken. Vind ik dit wel heel erg leuk ook. Dan heb ik een mokkenset gekocht. Ik vond deze mokken gewoon heel erg tof. Het gaat maar niet om de tekst die erop staat. Maar ik vind dit gewoon heel erg leuk. En dat is deze set met de Mr. Right en Mrs. Always Right. Met het snorretje en de lippen. Ik vond dit gewoon super tof. Een super toffe set. Net wat ik zeg, het gaat niet om de tekst. Want dat slaat helemaal niet op mij. Want ik ben niet getrouwd of zo. Maar hey, ik vond deze set gewoon heel erg leuk. Dus die kocht ik ook. Dan kocht ik dit calligrafie setje. Dit is een pen met drie setjes om te schrijven erbij. En ook volgens mij inkt, als ik het goed zie. Dus volgens mij is het een soort ouderwetse vulpen. Ik vond dit wel heel erg leuk om te proberen. Ook voor mijn bullet journal bijvoorbeeld. Ik wilde eigenlijk nog wat meer dingetjes kopen voor het bullet journal. Maar er was heel erg weinig. Echt heel erg weinig. Dus deze calligrafie set die heb ik in ieder geval wel meegenomen. Dus die vind ik ook wel heel erg leuk om te gaan gebruiken. Dan kocht ik nog deze stempels. En dit zijn stempels met een acrylblok. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Ik zal het even aan mijn zusje vragen. Mijn zusje heeft er laatst ook eentje gekocht. Ik kocht deze met cupcakes. Een taartje en een croissantje. Ik vond dit er heel erg leuk uitzien. Dus ik was wel heel erg benieuwd hoe dit zou werken. Hier was ik wel naar op zoek. Maar de andere dingen dus die ik zocht, zoals ik net al zei, hadden ze helaas niet. Maar met deze ben ik ook wel heel erg blij. Dan kocht ik deze cognacspons. En dit is een spons waarmee je de poriën kunt reinigen. En die zorgt voor een natuurlijke glans. Werkt verzachtend en zuivert de huid. Ideaal voor een vettige huid. Geschikt voor dagelijks gebruik. Ik was hier al een tijdje naar op zoek. En ik kon ze steeds niet vinden. Maar nu zag ik ze dus liggen. Dus nu heb ik eentje meegenomen. Ik ben voor de zwarte variant gegaan. Ik ben wel benieuwd hoe dit werkt. Of dat het je huid zacht maakt. Ik vind dit soort dingetjes altijd wel heel erg leuk. Dus die vond ik ook wel leuk om dan nu te kopen. Aangezien ik hem nu zag. En dan ga ik alweer door naar het allerlaatste product. En dit is misschien wel het koopje van de dag. Want dat is deze electric nail care systeem van Velvet. Oftewel Shol. Deze wilde ik al een hele tijd hebben. Maar ze waren elke keer hartstikke duur. En het was een tijdje geleden, zag ik hem bij de Kruidvat al een keer in een dagactie. Was ik natuurlijk weer te laat. En ik heb zelf ook zeg maar de die voetenvel, die vind ik heel fijn.
Dus nu ik deze zag, wilde ik deze meenemen. En de prijs die jullie in beeld zien staan is echt een koopje. Ze hadden hem ook in het roze. Ik ben wel voor de blauwe gegaan, omdat ik die voetzuil ook in het blauw heb. En ik vond het leuker om die set dan compleet te hebben. Maar hiermee kun je dus ja, gewoon je nagels mooi veilen. Hij is ook voor je tenen. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar, omdat deze al een tijdje op mijn verlanglijstje stond. Deze dingetjes die hadden ze nu ook gewoon te koop. Die nagelpuntjes bij de Action. Dus ik was hier echt heel erg benieuwd naar. En ook heel erg blij mee dat ik hem nu heb. Dan was dit alweer mijn shoplog. Zoals ik al zei, het was niet superveel. Maar ik ben wel blij met de aankoopjes die ik heb gedaan. Maar dat kwam ook voornamelijk doordat er heel veel dingen gewoon niet waren die ik zocht. Ook voor in huis en zo. Maar ik ben wel blij met de aankoopjes die ik heb gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ja, ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van nieuwste video's, kun je natuurlijk even gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, krijg je ook gelijk een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Ja, dan wil ik je voor nu gewoon weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!